Hallo, in deze video ben je erom drie boeken om mee kennis te maken: Harimulus met de Aanslag, Arthur Chapin met Vaslaf en Esther Gerritsen met dorst. Als je het prototype van de schrijver zou moeten vaststellen, kom je met een beschrijving van Harry Mulis aardig in de buurt. Een zelfbewuste man, pijper met intelligent, grappig, welbespraakt, flirterig en natuurlijk heel serieus zittend achter een groot houten bureau. Met de werken die Mule Stijn zijn leven heeft achtergelaten is hij de komende decennia of misschien zelfs eeuwen niet meer weg te denken uit de Nederlandse literatuur. Hij begon zijn schrijverscarrière met complexe symbolische werken, maar langzamerhand werd zijn werk wat toegankelijker en zo werd hij een auteur van internationale bestsellers. Harry Moelies, onbetwist een van de grootste Nederlandse schrijvers. Samen met Willem Frederik Hermans en Gerard Reven werd hij tot de grote drie gerekend. De Aanslag uit 1982 is zo'n bestseller. Een boek rondom het thema schuld. Het verhaal draait om één allesbepalende gebeurtenis. We maken kennis met de jonge Anton Steenwijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op een avond waarin hij met zijn ouders en zijn broer een bordspel aan het spelen is, wordt er in hun straat iemand neergeschoten. Het gaat om de hoofdinspecteur van de politie, een foute Nederlander. Verbazingwekkend rennen hun buren naar buiten en slepen het lijk door de straat tot voor de deur van de familie Steenwijk. Die actie leidt tot het noodlot dat Anton en zijn familie treft. Van je buren moet je het hebben. Het boek is opgebouwd uit Verschillende episoden en beschrijft naast 1945 ook de jaren 50, 60 en 80. Je leeft dus mee met een opgroeiende Anton, terwijl zijn herinneringen aan de aanslag centraal blijven staan. Samen met hem ga je als lezer op zoek naar antwoorden op vragen: wie heeft er geschoten? Wie was er goed en wie was fout? Waar zijn die buren eigenlijk heen gegaan? Wie de heeft de schuld aan de verschrikkelijke gebeurtenissen van die avond? Verder is Munis een schrijver die de symboliek niet schuwt. Waarom komt er bijvoorbeeld regelmatig een dobbelsteen in het boek voorbij? Dat zijn leuke dingen als je daar een beetje oog voor hebt. In de aanslag ga je op zoek naar een dara, maar in tegenstelling tot de filler is dit slechts de ondergrond van mulis om daaruit literaire elementen te plaatsen als symboliek en motieven. Het laatste zorgt ervoor dat het leesniveau niet makkelijk, maar gemiddeld is. Een boek om gelezen te hebben, en terecht is het dan ook te vinden op veel literatuurlijsten. Arthur Japin is ook zo'n man die naar alle kanten uitstaat dat hij een schrijver is. Hij is een specialist in het schrijven van historische romans met bijvoorbeeld als uitgangspunt een bestaand dagboek. Dat deed Chapin al eerder met het dagboek van Casanova in een schitterend gebrek. En hij heeft dat nogmaals gedaan met het dagboek van de Russische danser Vaslav Nijinsky. En met zo'n dagboek als startpunt schrijft hij vervolgens een verder fictioneel werk. Vaslav Nijinsky was een geniale superster aan het begin van de 20e eeuw. Een danser van wie verteld werd dat hij zelfs kon blijven zweven in de lucht. Vrouwen en mannen vielen in zwijm als ze hem op de planken zagen staan. Maar zoals het gaat met genieën, ze draaien op een gegeven moment helemaal door. Vaslav begint het langzaam te verliezen en zet daarmee zijn reputatie als geniale danser op het spel. Het perspectief is een belangrijk gegeven in deze roman. Vaslav komt zelf nooit aan het woord, maar hij wordt bekeken en beschreven door drie andere personages: zijn dienstbode Peter, zijn vrouw Romola en zijn impresariaat Sergei Diaghilev. De laatste was een man die met zijn balletten op muziek van Stravinsky de kunstwereld van Parijs in totale anarchie deed veranderen. Het leesniveau van Vaslav is gemiddeld. Chapin schrijft goed leesbaar, maar wil nog wel eens te veel uitweiden. Je moet ook goed opletten, want als lezer ga je door middel van flashbacks heel Europa door. Vaslav blijft nu een te braaf eerbetoon. Een aardige roman voor wie geen zin heeft in een biografie. Dramatisch verhaal, glanzende scènes, maar het blijft vergeefs zoeken naar de ziel. Een roman met zware thematiek als je dromen volgen en het onmogelijke mogelijk maken. Als je niet geïnteresseerd bent in getormenteerde dansers, vergiftigd door het sterrendom, dan kun je deze roman met een gerust hart laten liggen. Complexe personages met een stoornis in het autistisch spectrum. Dat is een kenmerk in de romans van Esther Gerritsen. In haar vorige roman Superduif werd dit gecombineerd met de fantasie van een meisje dat denkt dat ze een duif is. In de roman Dorst is Gerritsen afgedaald naar het aardse en is haar hoofdpersonage een terminale patiënt. In afwisselende hoofdstukken lezen we mee met Elisabeth en Coco. Moeder en dochter. De moeder Elisabeth vertelt Coco dat ze kanker heeft en doodgaat. Dat volgt aan de laatste weken van Elisabeth, waarin de familiegeschiedenis wordt opgerakeld en nog bezoekjes worden gedaan aan de kapper en het werk. En waarin Coco bij haar moeder komt wonen, die daar eigenlijk niet op zit te wachten. Het is de eerste keer in haar leven dat Elisabeth haar dochter onverwachts treft. Ze komt van de apotheek op de overtoom, wil net oversteken naar de tramhalte als ze haar dochter ziet fietsen. Aan de andere kant van de straat. Uit de combinatie van doodgaan en een autistische moeder komen wonderlijke scènes voort. Zo blijkt Elisabeth zich meer druk te maken of ze nog koffie moet zetten voor haar dochter, dan dat ze op een liefdevolle manier afscheid van haar neemt. Oh jee. Het autistische perspectief werkt vervreemdend en daar moet je van houden. Coco blijkt niet helemaal te sporen en eist seks van wildvreemde mannen op het moment dat haar relatie ten einde komt. In intrigerende, harkerige dialogen doorprikt Gerritsen de mythe van de vanzelfsprekendheid van de liefde tussen ouder en kind. Gerritsens heldere, lichte proza past in een golf nieuwe literatuur van schrijvers die menselijk ongemak vangen zonder melodrama. De stijl van Gerritsen is belangrijk omdat ze daarin het autisme probeert te vangen. Dat gebeurt door het weergeven van gedachten, maar ook door absurde dialogen die moeder en dochter. Met elkaar hebben. Dat zorgt ervoor dat, ondanks de vrij droge formuleringen het leesniveau gemiddeld is. Dors is een aardig boek met een zwaar thema, dat door vervreemde dialogen en poëtische fragmenten niet zwaar aanvoelt. Nee.